Goedemiddag allemaal. Dit is papa India 4, Victor de Golf Zulu, PI4 VGZ Verenigingsstation van de VRZA afdeling het Gooi. Regio 15, afdeling 27. En we gaan de rond doen van 15 november 2015. Dat doen wij vandaag met een gedeelte nieuwsgaarding. En daarna natuur gaan we het onderling QSO op 145-225. En ik heb op dit moment geen onderwerp. Maar ja, wie weet komt er nog een wat te discussie over wat zaken. Ondertussen is er op HF natuurlijk nog de PA Beker Contest bezig. Dat, op 40 meter was het zeer aan de drukken. 10 meter ook. Dus voor degenen die contest-minded zijn en nog wat dingen willen doen. De PA Beker Contest is nog steeds bezig. Tot 1 uur vanmiddag. Dan het volgende nog eventjes de ronde. Ja, want zoals u weet gaat de ondergetekende, de rondeleider, PD1 ALO, stoppen met de ronde. Dat betekent dat wij eigenlijk op zoek zijn, toch met spoed, naar een vervangende rondeleider. En we hebben nog helaas, niemand heeft zich aangemeld. Maar goed, het is niet anders. Dat gaat anders gewoon betekenen dat nog 2 weken doen. Nee, nog 1 week hierna. Ja, volgende week nog. En dan de 29e november is dan de laatste ronde die uw rondeleider doet. Hebben we dan met heel veel plezier 20 jaar lang gedaan. Maar helaas moeten we stoppen. We gaan ermee stoppen, want de family gaat roepen. Goed, dit is PI4 VGZ. We gaan beginnen met de nieuwsgading. En dan beginnen we natuurlijk met onze eigen afdeling. Elke dinsdagavond hebben wij bijeenkomst. En dat doen wij op de Franciscusweg nummer 26 in Hilversum. En op de donderdagavond hebben wij daar de zelfbouwavond, noemen we dat. Daar wordt geknutseld en daar is de meetruimte open. Voor degene die een project hebben gebouwd en willen afgeregeld hebben, kunnen daar terecht op de donderdagavond. En dinsdag 24 november hebben we iets speciaals. En wat is dat speciale? Nou, dat is gewoon de jaarlijkse verkoping. Want dan, 24 november houden wij van de Veron afdeling het Gooi de jaarlijkse verkoping. De verkoping begint om 8:30. Spullen kunnen worden ingebracht tot 1:30 voor de verkoping. De verkochte goederen is 10% voor de clubkas. En bij goederen die aan de clubkas, aan de club geschonken worden natuurlijk 100%. Op de clubavond zijn er ook regelmatig spullen te koop, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van de clubkas. Kom eens langs bij ons om te kijken en te kopen. En dan zie je dat er een heleboel dingen zijn. Dus dat in ieder geval over de verkoping die wij jaarlijks houden. Dan kom ik aan, twee dagen daarvoor, 22 november. Want dan gaat ons clubstation ook nog ergens wel mee doen. En dan wel onder de call PI4 VGZ, want dat is namelijk de VRZA QSO Party. En dat is ter gelegenheid van de 64e verjaardag van de VRZA. En dit keer zal bijzondere regels, want normaal gesproken was het op 2 meter en 80 meter. Tegenwoordig gaan we op 2 meter en 40 meter. En op 40 meter wel in het bandsegment 7.060 tot en met 7.100. De QSO party begint om 2 uur, dus we kunnen rustig de ronde doen. En is om 5 uur afgelopen. Voor mensen, individuelen die meedoen, kunnen nog 3 waardebonnen verdienen vanwege het 25-jarig jubileum. En dit is niet echt een contest, maar het is een leuke bijeenzijn. De VSTA QSO party op 22 november. Dan komen we aan een jaar, dat begint nou al. Een speciaal evenement.
de PD15-Xmas, oftewel Kerstmis. Deze gaat actief worden van 5 december tot en met 1 januari 2016. In december zal ik de speciale roepletters PD15 Christmas activeren. Uiteraard hoort bij deze activiteit ook een leuke QSL-kaart, geheel in de kerstsfeer. Waarom nou juist deze roepletters? Dit om juist in de koude feestmaand december een leuke activiteit te creëren op de HF-banden. Amateurs zitten dan toch eerder in de check. Het zijn soms van die dagen waarin ieder gezin zich wel vervult. Dan is het mooi om even achter de transceiver te kruipen en om te kijken of er nog activiteit is. Daarmee is een leuke QSL-activiteit kaart te verdienen. Uiteraard doe ik het voor de fun en wat meer activiteit op de HF-banden te promoten. De keuze van de roepletters heb ik niet zo lang voor hoeven na te denken. PD15-Xmas, de 15 staat voor 2015 en Xmas voor Kerstmis. Dan krijgen we nog een opzomming van wat meneer allemaal in zijn jack hebt. Maar dat is dan dus vanaf 5 december tot en met 1 januari. Dit is PI4VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Nou, dan gaan we toch weer eventjes aan wat leuk nieuws. En ja, toch met minder leuk nieuws. Voor de F-amateurs. Want ik ga het weer over de 5 MHz hebben. En dan wel over de WRC 2015. Er zit een beweging in de 5 MHz overleg. Waarbij consensus lijkt te ontstaan rond een nieuw 15 kHz brede secundaire toewijzing op de 60 meter. Van 5351.5 tot 5366.6 kHz, waarbij het vermogen van de amateurstation beperkt dient te worden tot een effectief isotropisch uitgestraald vermogen van 15 watt EERP. Dus ja, ze zijn daar heel druk nog aan het zoebatten bij de WRC 2015, want er zijn nog wat landen tegen het vrijgeven van de 60 meter band. Wij houden u in ieder geval aankomende tijd in een beetje op de hoogte hoe het daar gaat verlopen. Dan Radio Sint Amateur vak op HBO. Op de dag van de Radio Amateur bracht Radio Sint Amateur Klaas Roberts, PRL KLS, opmerkelijk nieuws. In de considerans die hij uitsprak voorafgaand aan de bekendmaking van de amateur van het jaar, meldde hij dat de studie tot radiozendamateur nu ook een keuzevak bij het Fonteins Hogescholen is. Radioamateur ineens een vak in het HBO. Professor ingenieur Robbers, maar wij laten 2014 gaan. In dit jaar is er iets heel belangrijks gebeurd. Aan de Fonteinschool in Eindhoven heeft een van de leraren elektronica, zelf zendamateur, voorgesteld om de zelfstudie tot radiozendamateur op te nemen als keuzevak. Er zijn daar hele goede boeken voor, onder andere van de Veron. Toevallig net vernieuwd in 2014. En het afsluitende tentamen is het F-examen, zoals geëist door het agentschap Telecom. Het college van bestuur van het Fontein Hogescholen ging hier gaarne mee akkoord. Zelfstudie en eigen initiatief is iets dat ook aan de HBO-studenten op hoge prijs gesteld wordt. De student die kan laten zien dat hij dit examen gehaald heeft, krijgt daarvoor studiepunten. En zo werd Radio Sint Amateurs ineens een vak in het HBO. Ineens in het Radio Sint Amateur niet alleen een hobby, maar ook een vak op het HBO. Met een afsluitend tentamen, mensen die F-examen succesvol hebben afgelegd, kunnen dus eigenlijk zeggen dat zij een echt vak hebben gestudeerd. Dat geeft de term Sint Amateur ineens een stuk meer gewicht en iets wat de positie van de Sint Amateurs in de samenleving zeker ten goede zou komen. Was getekend via het Barnet. Dit is PI4VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu.
Nou, dan krijgen we nog wat DX-tips. Het zijn er maar een viertal. Er zijn er niet zoveel, maar toch eventjes wel leuk om te vermelden. November 7, Bravo Fox. Alpha Alpha 4, Oscar Charlie. Kilo Bravo 7, November Juliet en Victor. November 7, Quebec Romeo. November 7, Delta Whisky Lima. En Whisky Tango 4, Bravo Tango. Zijn tot 14 november in St. Lucia met de prefix Juliet 6. De gezamenlijke call is Juliet 68 kilo Foxtrot. Ze zijn in de lucht van 40 tot en met 10 meter. En waarschijnlijk ook op 80 en 6 meter in all-modus. Cruisel via Logbook of the World. Ook Delta Lima 5 Yankee Whiskey Mike is op pad. Tot 19 november is hij op Creta met de prefix Sugar Victor 9. Hij is misschien ook te vinden op het eiland Rafdos. QSL naar de home call. Dan Lima Alpha 7 Golf India Alpha van 12 tot en met 23 november te vinden op het eiland Malabo, onderdeel van Equatorial Guinea. Hij gebruikt daar de call 3 Charlie 7 Golf India Alpha. En is daarmee in de lucht op alle HF-banden. QSL via de home call. Tot slot een groep Japanse amateurs van 13 tot en met 18 november te vinden in Anguilla met de gezamenlijke call Victor Papa 2 Echo Lima Yankee. Ze zijn daarmee in de lucht van 80 meter tot en met 10 meter in CW, SSB en FTTY met 2 stations. QSL kan naar het Logbook of the World. Dit is PI4VRZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Nou, dat was de nieuwsgaring voor deze week. Dat betekent dat ik zo de microfoon ga loslaten en ga luisteren naar inmelders op 2 meter voor de grootste ronde. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu. Ga luisteren op 2 meter. Ja, hallo, maar ik wist niet. Goeiedag Jan. Oh, ik was helemaal tikken. Maar ik deed het niet goed. Dan moet ik het even overnieuw doen. PA0 Mike Whisky. Zijn er nog meer? Papa Echo 1 Oscar Charlie Charlie voor de presentie. Goedemiddag binnen. Goeiedag Philip. P1 OCC presentielijst. Zijn er nog meer? Papa Delta 4. Goedemiddag met een sterretje van Papa Echo 1 Hotel Alpha Uniform. Ja, ik hoorde daar 2. En ik heb gehoord P1 Hotel Alpha Junior, maar daarvoor hoorde ik een PD4 station. En die heb ik eventjes suffix niet gehoord. Ja, goedemiddag Berend, het is Papa Delta 4 Whisky India Mike voor de presentie. Ja, goedemiddag Wim, PD4 Whisky India Mike voor de presentielijst. Zijn er nog meer? Jazeker, Papa Alpha 8 Charlie eveneens met een P'tje van Papa. Een goeiedag Stan, PA8C voor de P. Zijn er nog meer? Ja hoor, en PA0WST luistert ook mee, ook met een P'tje. Een goeiedag Wim, PA0WST met de P van presentie. Zijn er nog meer? Goedemiddag Berend, is Papa echt geen Papa Kilo Bravo voor de presentielijst? Ja, dan heb ik er 2 gehoord. Dan moet ik als eerste Rigo, PA3 BHP en Papa Echo 1 Papa Kilo Bravo, ook genoteerd voor de P. Zijn er nog meer? PA50, presentielijst. Goeiedag Johan, PA50 voor de presentielijst. Zijn er nog meer? Dit is PI4VGZ. Blijf het even stil. Ga ik snel bovenaan mijn lijstje beginnen. Want mijn stem begint een beetje te begeven. Kom ik uit bij PA2JAC. PI4VGZ. Geen check meer. Dan
dan ga ik snel naar Thijs. Kijken of die hier wel verstaanbaar was. En dat ging op 10 meter heel moeilijk. PA5 Thijs. PI4 VGZ. Ja, ik neem aan van wel. Ik bedoel, het was altijd goed. PA5 Tango Yankee Sierra. 10 meter gebeurt, weet ik niet. Gaat iets mis. Nou, pech gehad. Oké, okay, goedemiddag. Ja, naar die PD. Ik zal met roepen zijn op 40. Het is heel druk daar. Jan Wang om 12:30 nog even 40 toeteren, maar dan moet er boven de band gaan zitten, want het is daar een hel onderin. Als dat 1 uur de contest is, dan wordt het natuurlijk de laatste half uur heel druk. Dat zien we straks wel. Ja. Oké. Nou, komt allemaal prima volgen. Voor de rest heb ik niks te beweren. Ik ben ontbijt aan het maken. Dus ik luister weer mee, Berend. Van PA5 Tango Yankee Sierra. Ja, oké, Thijs. PA5 Thijs, PI4 VGZ. Ja, nou, dit gaat uitstekend. Ja, 10 meter. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar hij neemt een hele rare reutel mee. En als je nou denkt van, nou, dat is misschien alleen over de repeater. Nee, het is ook op de ingang, dus ja, het is niet anders. Nou, goed. Ja, dan gaan we naar de volgende. Het is geen grote lijst. En dat is Jan, PA0 Mike Whiskey, PI4VGZ. Ja, oké, prima. Dit is PA0 Mike Whiskey voor PI4VGZ. Ja, prachtig dat het allemaal kan, hè, met die lijnconstructie die onze vriend Thijs heeft bedacht. Nou, het is net of hij bij op schoot zit als het ware. En toch zit hij, ik weet niet hoeveel weg. Ja, ik had een belangrijke mededeling. En die wou ik trouwens doorgeven, maar ik kon niet te pakken krijgen. En ik kreeg al vaag prikkels in mijn achterhoofd dat er niks met jou gebeurd is. Dat je uitgevallen bent ofzo. Ik was blij dat ik je hoorde. Maar ik kon je 2 dagen lang niet te pakken krijgen. Want tot mijn stomme verbazing, ik had het verleden week ook al geprobeerd. Als je iets vraagt op de ronde, ook op donderdagavond, dat ze jou die ervaring wel hebben. En je vraagt iets, dan blijf je doodstil. Dan krijg ik de hele ronde, ga ik plat. Maar ik heb toch een inmelder gekregen tot mijn stomme verbazing. En dat was PA3BDD. Ja, ik vind het wel beschamend voor de andere mensen die niet visueel gehandicapt zijn, dat die verstek laten gaan en dat uitsluitend uit die hoek nog hulp moet komen. Dat zou ik bij deze dan doorgeven, dan heb je dat ook gelijk binnen. Want ik kon het niet eerder binnenkrijgen, want ik heb 2 dagen geprobeerd hier te bellen, dat lukte niet. Hè. Dus je was waarschijnlijk niet thuis. Oké, dat was het dan van deze kant. Ik zou zeggen, ik hoop dat je succes krijgt, want ik heb het best gedaan om zoveel mogelijk mensen te verzamelen die je rond willen voortzetten. En dat had ik er onmiddellijk doorgegeven, maar het is er bijeen gebleven helaas. Nou goed, we hebben nog hooguit 2 weken nog. En dan moet toch wel iemand hebben onderhand. Hè. Nou, ik hoop dat het allemaal lukt, Berend. Ik geef de microfoon weer gauw terug. PI4VGZ, PA, no my question. Ja, ik snap alleen niet dat jij mij niet hebt kunnen bereiken. Maar ik ben gewoon een paar dagen gewoon thuis geweest hoor. Wij hebben heerlijk hier thuis allerlei andere dingen te doen. En we zijn hele weekend thuis, maar goed, helaas. Oké, ik ga eventjes contact opnemen met Bert dan. En kijken wat hij in gedachten had om de ronde te gaan leiden. Dank daarvoor, Jan. Ja, wou ik nog even weten. Want al kan het best zijn dat ik in mijn nieuwe zakboekje het verkeerd heb overgeschreven. Vertel me even of dit nummer juist is, want misschien heb ik het verkeerd hoor. 7725167, klopt dat? Ja, dat klopt wel, jaren. Oh, er is met de telefoon geweest. Nou, niks aan te doen. Het zal nooit opgeld worden, maar goed, bericht is overgekomen. Daar ging het tenslotte om, hè. Oké, uitstekend. Dank daarvoor. Nou, dan zijn we aan het eind van het lijstje al gekomen. Ja, er zijn niet veel inmelders, dus ik ga nog een keer luisteren of er nog inmelders zijn. Anders maak ik gewoon een hele korte ronde van PI4VGZ luistert. Ja, AUP luistert ook. Hé, hey, Karel, PA3AUP. Ook genoteerd, zijn er nog meer? Goedemorgen, goedemiddag alweer. Het is PA3 Bravo Delta Delta. Je mag me ook het rijtje toevoegen, Berend. Ja, wat is er met jouw signaal aan de hand, Bert? Wat is er aan de hand dan? Nou, je bent heel zwak aan signaal. Even kijken, een moment even. En hoe is hij zo? Ja, zo is hij een heel stuk beter, Bert. Dankjewel voor de waarschuwing. De schakelaar staat op de horizontale stand, ja, en dan wordt het toch wel wat minder. Ja, daarom reageer ik ook direct. Maar even vragen. Ik had begrepen dat jij aan wil melden als rondeleider, Bert. Oh ja? Nou,
Ik denk niet dat je veel meer zal hebben, Berend. Als het in de vermogens lag, dan zou er nog over te denken zijn, maar... Ik had het wel willen doen, alleen ja, ik zie de mogelijkheden daartoe niet zo. De beschikbaarheid van alle nieuwtjes en de snelheid die jij erop nahoudt, dat... En anderen trouwens ook hoor, die het veel makkelijker kunnen. Dus tot mijn spijt moet ik jammer genoeg nee zeggen, Berend. Ja, oké, nou, ik kreeg het net door van Jan, P.A.N.O. Mike Whisky, dat hij dat afgelopen donderdag in de ronde had gehoord dat jij dat zou willen proberen. Ik denk, nou, dan neem ik contact er een beetje op en dan hoorde ik je meteen contact met je. Maar bij deze helaas, jammer, dan gaan we toch wel lekker verder zoeken. Ja, ik snap het, ja, het is ook niet al te makkelijk hoor, maar dat heeft wat onthand, hè. Goed. Gewoon verder luisteren of er nog meer inmelders zijn voor de Gooise ronde. Nou, ik denk dat Jan dat verkeerd begrepen, want ik belde me namelijk in. Het kan best zijn dat ik ergens iets gemist heb, hoor. Ik kwam aanlopen en toen werd er gevraagd voor mensen voor het aanmelden. En ik denk dat dat dan inderdaad hiermee gegaan is. Nee, sorry Berend. Ik had het graag willen doen, maar je snapt wel dat het verzamelen van teksten en het heel snel er doorheen lopen, jammer genoeg niet op mijn pad zit. Had ik liever anders gezien, maar had ik heel wat andere dingen ook anders gedaan, Berend. Ik luister verder weer met je mee. Hallo, P3B. Ja, dat snap ik, maar ik vond het al heel opmerkelijk, hè? Daarom. Oké, ik ga kijken of er nog meer inmelden zijn voor de grootste ronde. Papa India 4, Victor Gollesoen, luistert. PD0, HOD. Papa Delta 0, Hotel Oscar Delta, is dat genoteerd? Zijn er nog meer? Ja, ik hoorde net iemand op hele grote afstand zich ook proberen in te melden, Berend. Luister even goed. Alpha Uniform. P1 Hotel Alpha Uniform staat ook genoteerd. En er zit nog iemand op grote afstand blijkbaar. Ik gooi mijn schels open. Dus PI4 VGZ luistert. Goedemiddag, Berend. PD3 HVS. Ja, ik heb je stem kunnen waarnemen. Ik heb je stem kunnen waarnemen. De contacten tussen ons zijn niet al te best op het ogenblik. Ad PD3 HVS van PI4 VGZ. Het is gewoon, ik hoor je stem, maar meer ook niet. Ja, dankjewel Berend. In ieder geval even ingebeld. Fijne zondag. Oké, gaan sluiten. Dan gaan we verder luisteren. PI4 VGZ luistert. PNL Golf, Juliet, Kiro met een P. Ah, goeiedag Gerard. Dat is een tijdje geleden, hè? PNLGJK. Ja, staat ook genoteerd. Zijn er nog meer? Nee, blijft het helemaal stil. Dat betekent dat ik de ronde ga besluiten. En ja, we zijn weer wat beetje vroeger, maar goed. Dat betekent dat we gewoon lekker aan het afbouwen zijn met de ronde. Dit is Papa India 4, Victor de Golf Zulu. Het is 10:30. En we gaan sluiten met de ronde. Volgende week zondag om 12 uur zijn we er weer. We hadden een hele grote lijst. Ja, helaas doen we niet meer mee met de ronde. Misschien volgende week een keertje nog een onderwerp. En anders natuurlijk de 29e afscheidsronde. Dit is Papa India 4. Victor Golf Zulu sluit eruit. Hi Berend. Hi. Doei. Nou ja, groeten vanuit de Middellandse Zee. Ja, ook wie de schniezel daar in de Middellandse Zee? Brr, de zon is weg achter een berg. Het is koud. Hou op, hè. Het waait hier. En niet zo zachtjes ook. Ja, ik weet nergens van. Vertel eens wat. We hebben een echte herfststorm. Ja, windkracht 12, dan wordt het interessant. Nee, windkracht 5, 6, joh. Oh, pas bij 10 begin ik te bibberen. Het waait een beetje. Het is niet wat we echt een storm noemen, maar het is een storm. Ja, goed. Het is goed om de blaadjes uit de bomen te waaien, meer niet. De blaadjes zijn zelfs al van de straat hier. Nou, nee, bij mij niet. Dan moet ik nog mijn hele oprit gaan schoonmaken. Dat weet ik nu al. Dat ligt helemaal vol. Ja, maar wij hebben zoiets wat wij noemen gemeente. En eens in de zoveel tijd doen ze een actie bladslag. En deze keer waren alle blaadjes van de bomen en toen hebben ze ze wel weer gehaald. Ja, op de openbare weg.
maar bij mij voor de deur, dat laten ze maar liggen. Ja, maar ik heb geen tuin, dus hoeven ze niks uit mijn tuin te halen. Ja, aan de voorkant bij jou, bij die fietsen, daar ligt niks. Dat doen ze met de bladblazers. Ja, nou goed. Misschien als ik terug ben, dan zal ik eerst rotsen moeten, pijn moeten ruimen. Ja, daarom. Nou goed. Ik ga QRT. Hoi, hoi. Nou. Paar vijf Thijs er blij bij. Ja, maar... Oh jee, Thijs aan de Middellandse Zee. Nou nee hoor, ik zit in de bergen en de zon is weg. Gerechtigheid, eindelijk. Deze tijd van het jaar is het 12 uur afgelopen. Ja. Maar dan moet je even een stukje naar beneden rijden en dan is er wel weer zon. Maar ja, hierboven zit er een bergriegel en daar zit hij dan onder of achter. En dat is gewoon, ja, jammer dan. Ja, Roger Thijs. Oké. Nou, ik ga u dinsdag waarnemen. Oh ja, ja, ja. Nou, mijn dank daarvoor. In december ben ik zelf in de klos. Ik weet niet van, ja, je bent december niet, hè? Kan ik het niet overnemen. Ik ben er in december niet. Tuurlijk ben ik er. Ik ben er altijd. Positief blijven denken. Zo is het. Dankjewel, Thijs. Of dankjewel, Berend. Nee, ik bedoel, jij hebt geen baardienst in december. Oh, dat weet ik niet. Ik spring zo af en toe gewoon even als vliegende kiep bij. Oké. Ja, ik geloof dat je zelfs de pech hebt dat de verkoping is, hè? Nee, die is één week later, snugger. Oh, is het toch nog mazzel? Ja, dat dan weer wel. Ja, want dat wordt altijd een heftige druk. Ah, maar dat geeft niet, hè. Desnoods helpen we daar ook nog even een klein beetje. Hé, hey, ik laat hem weer vrij voor andere toeteraars. Thijs Vijver blijft daar. En maak er wat moois van papa Alpha 8 Charlie. Ja, volgens mij mis ik ook een verjaardag van kopstukken van onze club. Oh, ik weet van niks. Ik wel. Die lange man en de voorzitter. Oh, nou dat gaan we dan vanzelf merken. Ja, volgens mij is Ab eerst en dan de dag daarna Dennis jarig. Komend weekend, maar ja, kan ik even niet meedoen. Je kan ook niet alles hebben, dan moet je maar niet naar het buitenland gaan. Ik moet hier de boel schoonmaken. Ik krijg ineens een liedje van Queen in mijn hoofd. Maandag ben ik er niet, althans om 12:30. Kamertje lopen. Dat was dubbel. Wie moest rondlopen? Nou, dan zat ik dubbel met je. Ja, ik moest er even naar het kamertje lopen. Ik zat inmiddels binnen. Ik zat wel mee te luisteren hoor, maar ik zat niet achter de knop. Ja, we kunnen het wel verder proberen zoals je gisteren zei, maar... De Nederlandse contest aan de gang, maar die boven de 7.1 is die niet. Het is wel heel druk daar, dus ik kan het even proberen als test. Even kijken, 7.143 is leeg, geloof ik. Moment, 7.134, daar ga ik even naartoe. Nee, 143. 7.143. Tenminste, redelijk, dus het is overal druk. Kijken of je me hoort. Ja, Roger, 143. Ja, papa overal, maar ik wil het druk, hè? Ja, het is wel druk daar.